Goedemiddag allemaal. Welkom bij deze webtalk over de energiebestaansvergoeding 2.0. Om maar even een kort overzicht te geven, staat hier de punten die we gaan behandelen. Maar al voor ik daarop inga, nog even expliciet de mededeling. Jullie weten dat het opgenomen wordt. Volgens mij hebben jullie daar zelfs toestemming op moeten geven voordat je binnenkwam. Dat is zodat het ook mensen die later nog dit willen nakijken, dat ook nog kunnen. Dus deze opname zal later op YouTube nog beschikbaar komen. Daarnaast de oproep, als je vragen hebt tijdens de presentatie, stel ze in de chat met behulp van de chatfunctie. We hebben Niels Sijp hier bereid gevonden om ook de meeste vragen al direct af te vangen in die chatfunctie. En mochten er vragen relevant zijn om mij door te geven, dan zal Niels mij ze af en toe inbreken en een vraag voorleggen. En mogelijk zal ik er zelf ook nog eventjes om vragen of er nog belangrijke onduidelijkheden zijn. Aan het eind van deze webtalk, dat zien jullie op dit overzicht zien, zullen er ook nog stellingen volgen. Afhankelijk van de doorlooptijd weet ik nog niet of we er ook echt helemaal op in kunnen gaan. Wel dat de stellingen uiteraard langs zullen komen. En de uitkomsten daarvan die zijn voor ons relevant om vooral nu, in deze situatie, met deze uitleg in te kunnen schatten hoe jullie als potentiële gebruikers en geïnteresseerden tegen de energiebestaansvergoeding 2.0 aankijken. Ik ga eerst even in op de context van de EPV. Daarna zal ik overgaan naar de totstandkoming van de EPV, dus het totstandkomingsproces zelf en de essentiële wijzigingen of onderdelen van de energiebestaansvergoeding 2.0. De context. Tja, er was ooit een split incentive. De verhuurders die moesten investeren en de huurders die daarvan konden profiteren. En zeker als het ging om hoogniveau renovaties, kon nog niet altijd de investering terugverdiend worden op basis van de ruimte die er was bij huurverhogingen. De hele energierekening, zeg maar, toevoegen aan de huur was een te hoog bedrag om te kunnen toevoegen. Dus die split incentive moest worden opgelost. In september 2016 is daarvoor voor het eerst de energiebestaansvergoeding toegevoegd aan het wetgevend palet. En de essentie is, de huur- en de energienota, als die nou worden omgeruild voor een nieuw huur eventueel, en een energiebestaansvergoeding, dan zou de beide bedragen niet verschillend mogen zijn. Dus de huur- en de energiebestaansvergoeding zou niet hoger mogen worden dan de oude huur met de oude energienota. En dan hebben we een woonlastenneutrale ruimte om de woningen verder te verduurzamen dan te doen gebruikelijk. Maar goed, de energiebestaansvergoeding was ook wel weer specifiek ontworpen om toegepast te worden op nul op de meter woningen. Dat zat min of meer besloten in de context, in de spelregels rondom het gebruik van de energiebestaansvergoeding. Sindsdien is er veel veranderd. We hebben na een enorme dip in de bouwproductie in de jaren 2012 tot en met 2015 gezien dat de bouwproductie weer toenam, de nieuwbouwproductie. En daar waar de energiebestaansvergoeding met name bedacht was voor de renovatie, was het dus ook mogelijk om deze toe te passen in de nieuwbouw. Dus dat is een van de veranderingen die je hebt gezien. Sinds 2019 is er het klimaatakkoord en niet helemaal onbelangrijk. Onderdeel van het klimaatakkoord, of eigenlijk nog bijna voordat het klimaatakkoord goed en wel gesloten was, was dat de aansluitplicht op aardgasverwarming bij nieuwbouw kwam te vervallen in datzelfde 2019. Als een van de uitkomsten van het klimaatakkoord zijn ook de standaard en streefwaarden geïntroduceerd, waar we ook nog wel eens een webtalk over hebben gehouden en die is ook vast nog wel terug te zien op YouTube. Maar bovendien is ook sinds 2021 van elke gemeente, heeft elke gemeente wijkuitvoeringsplannen, of eigenlijk in ieder geval transitievisie warmte voor wijkuitvoeringsplannen opgezet. En in die transitievisie warmte is het een belangrijk aspect dat er duidelijkheid komt over voor welke wijken bijvoorbeeld warmtenetten dan wel all-electric oplossingen
de toekomstige nieuwe warmte-infrastructuur gaan betekenen voor de woningen. Dit alles heeft ook zijn weerslag gehad op de toepassing van de energieprestatievergoeding en de facto op het aantal nul de meter woningen dat er zijn gerealiseerd. Daar waar voor de introductie er nog maar een heel erg klein aantal was, is er vanaf de introductie eerst een snelle stijging geweest, jaar op jaar, van het aantal nul de meter woningen, nieuwbouw en renovatie. Nieuwbouw ging ook nog wel een tijdje door tot 2020 en dat vlakte wat af in 2021. Even goed om te weten dat 2021 staartje, dat was nog niet realisatie, maar dat was wat we wisten dat in de planning zat medio 2021 voor de rest van 2021. En je zag ook dat renovatie wat begon af te vlakken. Nou, dat heeft allerlei oorzaken ongetwijfeld, maar het een feit is dat het ook zeker nu de nog grote veranderingen aanstaan te komen. De eerste en belangrijkste, om er even kort bij stil te staan, zijn de nationale prestatieafspraken, volkshuisvesting. Dat zijn afspraken tussen het Rijk, Edes en de Woonbond, om te zorgen dat veel meer woningen uiteindelijk worden geïsoleerd. De label E, F en G woningen, die moeten worden uitgefaseerd. Veel meer woningen moeten naar de standaard gebracht worden. En alle investeringen die gedaan worden, die moeten in feite kosteloos worden uitgevoerd voor de bewoner. Dat wil zeggen, wordt de woning geïsoleerd, wordt er een beter label gerealiseerd, dan hoeft dat nog niet te leiden tot een hogere huur. En waarom zouden de corporaties dat allemaal kunnen en moeten? Dat is omdat ze daarvoor in de plaats de verhuurdersheffing terug hebben gekregen, waardoor deze investeringsruimte er ook zou moeten zijn. Al gezegd, label E en G moeten worden uitgefaseerd. Dus de regels zijn ook vanaf, en dan zeg ik het even uit mijn hoofd, 2027, maar het kan ook 2028 zijn. Hou me dat even te goede. Maar is het in feite niet meer mogelijk om een woning te mogen verhuren als sociale woningcorporatie, als die nog label E en G heeft. Er moet dus flink door worden geïnvesteerd, zonder dat daar een directe revenue, anders dan het terugkrijgen van de verhuurdersheffing, tegenover staat. Sterker nog, ook de vrije huursector wordt nu in feite plannen voor gemaakt dat de huren daar ook gelimiteerd worden. Terwijl we tegelijkertijd ook in de vrije huursector het belangrijk vinden dat er zal worden verduurzaamd. Dit alles is niet onbelangrijk en in deze context is het zeker belangrijk dat er een energieprestatievergoeding 2.0 komt. Immers, een nieuwe split incentive dreigt te ontstaan. En met energieprestatievergoeding, dat was nou net de kern, moet die split incentive rondom verduurzaming worden opgeheven. Iets over het totstandkomingsproces. Zoals ik al zei, de energieprestatievergoeding 1.0 is van kracht sinds september 2016. In 2018 al is er een evaluatieonderzoek gedaan door CE Delft om te zien hoe goed de energieprestatievergoeding 1.0 werkte. Waar bottlenecks zaten, waar beperkingen in de toepasbaarheid zaten. Dat onderzoek dat heeft ertoe geleid dat er een traject is gestart om te komen tot een energieprestatievergoeding 2.0. Dat is gestart in 2019 en heeft gelopen tot oktober tot 2022. Is onder leiding van BZK, van wie nu eenmaal de wet en regelgeving ook vandaan komt, gedaan met een begeleidingscommissie waarin Edes, Woonbond en Stroomversnelling deel hebben genomen. Tussen juni 2022 en december 2023 is expliciet de wijze waarop je van de EPV 1.0 gebruik mag maken tweeledig geworden. In januari 2022 is de NTA 8800 van kracht geworden, maar omdat het nog niet helemaal soepel liep in de toepassing en daar ook daarvoor een tabel zou moeten worden aangepast, wat zijn dan de grenswaarden waaronder je zou moeten vallen, is er besloten om de EPV 1.0 nog tot stand te nog van kracht te laten zijn, ook met behulp van een EPG-berekening. Dus sinds juni 2022, en zoals het nu wordt voorzien tot uiterlijk december 2023, kan er nog een EPV 1.0 worden van toepassing geplaatst op een woning waarbij de keuze is of die aan de hand van de EPG is berekend of aan de hand van de NTA 8800.
December dit jaar tot en met 8 januari loopt nu de internetconsultatie voor de EPV 2.0. Oftewel, het conceptontwerp, het modelontwerp voor de EPV 2.0 is af en partijen kunnen zich erop voorbereiden. Maar partijen kunnen ook nog hun zorgen of hun aanbevelingen bij de aanscherpingen van voor de daadwerkelijke introductie toevoegen. In dat kader vonden we het dus ook belangrijk om deze webtalk met jullie te houden, zodat jullie goed geïnformeerd zijn en jullie zorgen weten hoe jullie die zouden kunnen kanaliseren. Vanaf juli 2023 is dan beoogd dat de EPV 2.0 in werking treedt en dat er een overgangsperiode is tot aan december 2023. Vandaar ook die eerdere bullet waarin staat dat er tot die tijd nog aan de EPV 1.0 gebruikt zou kunnen worden aan de hand van bijvoorbeeld EPG-berekening. Nou, wat waren nou de belangrijkste gewenste aanpassingen? Dat zijn er een aantal. De allereerste is, en dat is, zal jullie niet verrassen met mijn toelichting tot nog toe, dat er moest worden geactualiseerd naar de geldende normen. De NTI 8800 is van kracht geworden en de BRL 9505 is nu vervangen voor de BRL 9500W. Dus de EPV 2.0 zal daar ook naar verwijzen om daarvan gebruik te maken. Een van de belangrijke kritiekpunten op de EPV 1.0 was de zwaarte van de monitoringseisen. Dus met de EPV 2.0 is er gekeken naar een vereenvoudiging van de monitoringseisen, zonder meteen weg te gooien dat de meerwaarde van monitoringseisen was dat de energieprestatievergoeding direct gekoppeld was aan een daadwerkelijke prestatie in de praktijk van de woningen. En niet louter een, je zou kunnen zeggen, ontwerpprestatie. Een tweede wens was om de energieprestatievergoeding breder toepasbaar te maken. En dat breder toepasbaar maken, daarvoor is gekeken naar het ambitieniveau. Is 0 op de meter het enige waarvoor het toepasbaar zou moeten zijn? Maar ook de toepasbaarheid op type gebouwen. Zeker bij 0 op de meter was al snel duidelijk dat gestapelde bouw erg ingewikkeld werd om daaronder te laten vallen. Verder is er nog gekeken naar of er een mogelijkheid is om huurders eenvoudiger en beter te beschermen dan ervaren werd bij de energieprestatievergoeding 1.0. En tenslotte wilden we met de introductie van de energieprestatievergoeding 2.0 alvast rekening houden met de mogelijke veranderingen op het gebied van saldering. Nou, wat zijn dan de highlights van die nieuwe energieprestatievergoeding 2.0? Allereerst, er zijn nu twee niveaus. Een energieprestatievergoeding basis en een energieprestatievergoeding hoogwaardig. Waarbij je bij basis moet denken aan, en daar gaan we straks wat dieper op in, woningen die voldoen aan de standaard plus een stuk opwek. En bij hoogwaardig moet je ongeveer denken aan het oude EPV 1.0 niveau. Dus richting de kwaliteit energie-neutraal. Vervolgens is er geconstateerd dat er misschien beter rekening gehouden kan worden met de compactheid van het gebouw. Nu waren er in de energieprestatievergoeding 1.0 was daar niet expliciet rekening mee gehouden. Dus in de energieprestatievergoeding 2.0 zal daar wel iets voor worden ingericht. Een beetje vergelijkbaar zoals ook in de nieuwbouw met de compactheidsfactor, de vormfactor, wordt rekening gehouden. Nou, vervolgens is er dus expliciet gekeken naar of de eisen voor hoogbouw wellicht anders kunnen zijn dan die voor laagbouw, grondgebonden woningen. En er is dus gekeken naar eenvoudige monitoring en het beschermen van de huurder. Voordat ik op die details inga, nog eventjes in herinnering de oude tabel rondom de energieprestatievergoeding 1.0. Er waren meerdere tabellen voor all-electric, voor energieprestatievergoeding op gasnetten en voor een energieprestatievergoeding wanneer de woning nog op een warmtenet aangesloten was. Deze tabellen komen te vervallen. Echter, voor bestaande woningen, dus woningen die onder de energieprestatievergoeding met deze tabellen gestart zijn, gebouwd zijn, gerenoveerd zijn, in gebruik zijn genomen, verandert er niets. Oftewel, alle woningen die onder de EPV 1.0 vielen, die mogen blijven vallen onder de energieprestatievergoeding regelgeving. Nou, dan naar de nieuwe tabel. Dus voor alle woningen die vanaf juli en uiterlijk vanaf december 2023
worden opgeleverd, worden in gebruik genomen, zal een nieuwe tabel komen. Voorlopig alleen nog een nieuwe tabel voor de all-electric variant. Eventuele toevoeging voor een tabel rondom de energiebestaansvergoeding op warmtenetten volgt wanneer de wet collectieve warmtevoorzieningen definitief van kracht is geworden. Want dan pas kan ook daarvoor een duidelijke tabel worden ingericht. Dus hier gaat het nu om energiebestaansvergoeding all-electric. Al even kort gemeld, er zullen twee verschillende niveaus, energiebestaansvergoeding basis en energiebestaansvergoeding hoogwaardig volgen. En daarin weer het onderscheid tussen eengezinswoningen en meergezinswoningen. Er wordt gekeken naar de compactheid. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen een compactheid kleiner dan 1 of groter gelijk dan 1. Indien kleiner dan 1, dan geldt een warmtevraag, een warmtebehoefte voor ruimteverwarming voor eensgezinswoningen en meergezinswoningen die overeenkomt met de maximale warmtevraag volgens de standaard zoals die ontworpen is voor woningen gebouwd na 1945. Dat geldt ook wanneer de compactheid groter gelijk aan 1 is. Alleen dan is het niet een vast getal, kleiner gelijk 43 of 45 respectievelijk, maar dan geldt een formule waarbij die compactheid dus daar een directe verband in directe relatie in heeft. Alweer, deze formules die hier staan zijn niets anders dan de formules zoals die voor de standaard zijn vastgesteld. Nou, dat geldt voor de energiebestaansvergoeding basis. Voor de energiebestaansvergoeding hoogwaardig geldt dat een iets lagere warmtevraag vereist wordt. De formules en de getallen, als het gaat om kleiner dan 1, zien jullie in de groene deel van deze tabel. Die komen ongeveer overeen met ook de warmtevraag zoals die bij de gemiddelde nieuwbouwwoningen nu van kracht zou zijn. Weliswaar is bij de nieuwbouw niet een eis rondom de warmtevraag opgesteld, wel een Beng 1 eis, maar in de praktijk blijkt deze formule goed overeen te komen met de warmtevraag die bij nieuwbouwwoningen wordt opgeleverd. Nou, dan de volgende stap. Het primair energiegebruik. Eigenlijk, je zou kunnen zeggen, de Beng 2 als het gaat om de Beng-eisen bij nieuwbouw. Daarvoor is gekozen bij de energiebestaansvergoeding basis dat die kleiner gelijk 0 zou moeten zijn. Dat betekent dus dat in het ontwerp, want zowel de vorige deel van de vorige kolom en deze kolom zijn ontwerpeisen. Dat er dus voldoende opwek zou moeten zijn om voor alle gebouwgebonden energiegebruik duurzame opwek aanwezig te hebben. Terwijl voor EPV hoogwaardig, de groene elementen, er ook een deel nodig aan opwek beschikbaar moet zijn voor huishoudelijk energiegebruik, elektriciteitsgebruik. Dus dat zit besloten in, je zou kunnen zeggen, de ontwerpeisen voor de energiebestaansvergoeding 2.0. Misschien even hier een kleine stop. Ik zie denk ik nog niet heel veel vragen in de chat. Mochten die er wel zijn, schroom niet, stop ze erin. Want als ik iets heb geleerd van energiebestaansvergoeding 1.0, dan is het dat zo'n tabel de meeste vragen doorgaans heeft opgeroepen. Ik ga nog even door. De volgende kolom gaat namelijk niet over het ontwerp, maar gaat over de praktijk. Hier zit aangeknoopt de monitoringsvereisten. Jaarlijks zal moeten worden aangetoond dat er voldoende duurzame elektriciteit is opgewekt voor een bepaalde hoeveelheid, een bundel, voor huishoudelijk gebruik. Bij de energiebestaansvergoeding basis betekent het in feite dat je daar eigenlijk netto nog net niks voor hoeft te hebben opgewekt. Maar als het gaat voor energiebestaansvergoeding hoogwaardig, dan moet er voor een grondgebonden woningen een bundel van 2100 kWh elektrisch beschikbaar zijn voor huishoudelijk gebruik. Bij meergezinswoningen is dat slechts 530. En hier zie je al een belangrijk verschil tussen eengezins en meergezins. Bij eensgezins komt het ongeveer overeen met hoeveelheid die je ook bij een 0 de meter woning zou verwachten. En bij meergezinswoningen is dat lager. Dit omdat nu eenmaal gestapelde woningen minder opwekcapaciteit per woning daaronder hebben dan een grondgebonden woning. Ik zie dat er een vraag is. Niels, ik laat het aan jou om wellicht deze vraag door te passen of direct te beantwoorden. Misschien is hij wel leuk om die inderdaad op te pakken. Zal ik hem even herhalen? Of doe jij dat liever? Nee. Komt-ie.
Waarom is het verschil in primair energiegebruik zo groot tussen EPV hoogwaardig voor eengezinswoningen en voor meergezinswoningen? Dus waarom is eigenlijk die bank 2 zo'n groot verschil, min 30, min 10? Ja, nou, de oorzaak is eigenlijk dezelfde als waarom het verschil zo groot is in de noodzaak om voor een aandeel huishoudelijk gebruik ook in de praktijk te laten zien dat je hebt opgewekt. Dat heeft dus te maken met de mogelijkheid en de beperking in de mogelijkheid bij meergezinswoningen om ook duurzame opwek neer te zetten. Want om een negatieve bank 2 te halen, zul je extra duurzame opwek nodig hebben. En die kan dan niet meer alleen maar voortkomen uit, je zou kunnen zeggen, de duurzame bron die je gebruikt voor verwarming, als dat bijvoorbeeld een geothermiebron is of iets anders. Je zal dan daadwerkelijk ook echt meer PV-panelen moeten gaan toepassen in het ontwerp al. Hopelijk heb ik daarmee de vraag goed beantwoord voor jullie naar tevredenheid. Nou ja, goed, denk ik wel, maar of het naar tevredenheid en duidelijkheid is, dat krijg ik wel mee als dat niet zo is. Een volgend stapje van de tabel, dat is wat mag je nou eigenlijk dan aan vergoeding voor vragen? Ook hier is dan nog weer onderscheid gemaakt, niet alleen tussen basis, hoogwaardige, eengezins of meergezins, maar ook tussen bouwjaar. Voor woningen voor 2019 gebouwd geldt dat voor de EPV-basis een bedrag is gekozen van €1,25 per vierkante meter per maand. Voor woningen vanaf 2019 is die eigenlijk niet van toepassing. Want vanaf dat moment werd er al duidelijk beter gebouwd als het gaat om de warmtevraag dan de standaard. En ze waren toen ook al all-electric. Dus daarom is dat niet een categorie hier. Anders dan bij EPV hoogwaardig, daar hebben we woningen die zijn gebouwd voor 2019. En die mogen dan een bedrag vragen van €1,65 als het gaat om grondgebonden woningen. En €1,40 per vierkante meter per maand als het gaat om meergezinswoningen. De bedragen voor nieuwbouw zijn wat lager. En daar is hiervoor gekozen omdat in dit geval de referentie aan energiekosten die je zou hebben in een gemiddelde nieuwbouwwoning ook relatief wat lager is dan bij de woningen gebouwd voor 2019. Dus dit heeft te maken met het kiezen van een bepaalde referentie van weggevallen energielasten door het upgraden van de woning naar EPV-basis of EPV-hoogwaardig. We hebben twee goede vragen. Wil jij ze nu hebben of heel even wachten? Nee. Okay. Eerste vraag van Patrick Harting. Hoe wordt de EPV gekoppeld / verweven aan of in de bankberekening? Nou, het is... beantwoord jij hem, Ivo? Ik hoor dat je popelt. Je mag hem beantwoorden, Niels. Nou, op dit moment is het nog zo dat we in de Uniek en de bankberekeningen die worden gedaan niet natuurlijk nog een koppeling hebben naar de groene vinkjes voor voldoe je aan de EPV-basis of voldoe je aan EPV-hoogwaardig. Uiteraard gaan we dat natuurlijk nog wel proberen te faciliteren bij Uniek. Ik weet dat er al vragen zijn gesteld. Maar het is natuurlijk wel zo dat dit aangetoond moet worden met de BEN-berekening, de NTA 8800. Heb jij nog aanvullingen, Ivo? Ja, nou ja, dat komt zelfs straks nog eventjes terug. Er komt een afmeldprocedure. En voor nieuwbouw wordt die dus ook gestroomlijnd met de procedure. Die gaat ook over het uiteindelijke label wat afgegeven moet worden. En zoals wellicht de meeste van jullie weten, staat er op het label nu al niet alleen een labelletter, maar ook en de bank 2 waarde. Dus daar zie je al een van de kolommen terug. Maar ook de nette warmtevraag van de woning valt daaruit af te lezen. Dus met name die ontwerpelementen, en daar gaat het over bij bank 1, 2 en 3. Dus de toets die je kan doen op het moment van ontwerp en oplevering. Die zitten ook al wel, daar vind je nu grootheden voor terug, die ook staan op dat label wat opgeleverd wordt. En dan de tweede vraag van Maarle Rommens. Begrijp ik goed dat nieuwbouw niet in aanmerking komt voor de EPV-basis? Dat klopt. We hebben wel voor nieuwbouw een EPV-hoogwaardig gefaciliteerd, maar niet voor EPV-basis. En dan zie ik van Arjen de Vries nog de vraag, welke vierkante meter definitie geldt hier? Nou, we gaan meestal altijd uit van AG, oftewel gebruikersoppervlak. Ja, niet meestal altijd, we gaan daar altijd van uit.
Ja, die wordt genoemd. En daar is wel eens nog, er is een NEN-norm, die heb ik even niet zo op een netvlies welke die nu bepaalt, maar er is een norm voor. Ja. Dan hebben we nog Martine van der Wouden, die vraagt, de maximale vergoeding lijkt een stuk hoger te liggen dan bij de EPV 1.0. Is dat ook zo? En ligt in vergelijking met de EPV 1.0 het gemiddelde ook hoger in de EPV 2.0? Ja, daar kan ik even kort op ingaan. Als je kijkt naar de bedragen, ik ga eventjes naar EPV hoogwaardig, want de bedragen bij EPV basis, die zijn sowieso lager dan bij de EPV 1.0. Bij EPV hoogwaardig is eigenlijk op dit moment alleen die voor eengezinswoningen daadwerkelijk hoger dan het maximum wat je zou kunnen vragen bij de EPV 1.0. Die van meergezinswoningen komt er in de buurt, maar is toch ietsje lager. De achtergrond voor de bedragen is dat ook hier is gekeken naar wat zijn de referentie-energiekosten. En in het huidige systeem is er niet voor gekozen dat we dan kijken naar de gemiddelde elektriciteitsprijzen of gasprijzen buiten het energieprijsplafond, maar is juist het energieprijsplafond daarbij gehanteerd. Dus aan de hand van dat soort bedragen zijn deze bedragen nu gekozen. En ja, voor eengezinswoningen komt die dan erop uit dat die ietsje hoger uitvalt dan bij de EPV 1.0. Dat is te zeggen, als het gaat om woningen gebouwd voor 2019. Als het gaat over woningen gebouwd vanaf 2019, zijn de bedragen allemaal lager. Volgens mij nog even met een goede opmerking. De NEN 2580 is de norm waarmee je dat stukje AG gebruiksoppervlak bepaalt. Heel goed. Ik zou zeggen, schrijf het ook in de chat. Dan kunnen we dat ook nog delen, Niels, achteraf. Ja. Nou, als hierover niet al te veel vragen zijn, dan ook nog eventjes aandacht voor het sterretje. En dat is dat onderste regeltje. De bedragen, en zo was het ook bij de EPV 1.0, zullen jaarlijks gecorrigeerd worden aan de hand van de consumentenprijsindex van het voorafgaande jaar. Dus ook dat systeem blijft in stand. Je zou kunnen zeggen, de bedragen groeien mee met inflatie. Dat wil niet zeggen dat de corporaties dat ook verplicht moeten doorvoeren, mind you. Dit gaat nog steeds over maximale bedragen die een corporatie mag vragen. Wat ze in de praktijk vragen is uiteraard aan de corporatie. Maar ze kunnen niet daarboven. Voor de rest ben ik blij dat ook in deze versie nog expliciet, en dat zien jullie in die drie getallen daaronder, even het onderscheid is gemaakt wanneer het gaat over kilowatturen thermisch, kilowatturen primair en kilowatturen elektrisch. Want ook daar is in het verleden nog wel eens een verwarring over ontstaan. Nou, die is hopelijk bij deze weggenomen. Goed, dan ingaand op dat meten en monitoren. Want ik zei al, die kolom 5, die ging over de bundel. Daarop moet dan ook wel daadwerkelijk gerapporteerd worden jaarlijks of daar voldoende opwek voor aanwezig was. Nou, wat moet er dan gemeten worden in de EPV 2.0? Dit heeft referentie aan de artikelen 3 tot en met 5 van de concept ANVB rondom de energiebestaatsvergoeding 2.0. Het eerste wat gemeten moet worden is de opgewekte hoeveelheid duurzame elektriciteit met de zonnepanelen. Dat zal niet verrassen dat die dus inderdaad bepaald moet gaan worden, gemeten moet worden. Daar trek je dan vervolgens van af de hoeveelheid elektriciteit die gebruikt is door de opwekker voor ruimteverwarming, comfortkoeling en warmtapwater. We hebben het hier in feite vaak eigenlijk over concepten waar een warmtepomp in de woning staat. En dan gaat het dus over het elektriciteitsgebruik van de warmtepomp. Over het jaar moet je aftrekken van de opgewekte duurzame elektriciteit met behulp van de zonnepanelen. Dus dat zijn de eerste twee dingen die je daadwerkelijk moet meten. De derde, en die heb ik maar, die heet G en die heb ik maar niet blauw gemaakt, die hoeft niet per se gemeten te worden, maar mag wel. En dat gaat over de hoeveelheid elektriciteit gebruikt voor het monitoringssysteem, de ventilatie en een eventuele elektrische badkamerverwarming, infrarood of anderszins. En daarvoor kan er ook gekozen worden, als men dit niet wil meten, om uit te gaan van een forfaitair bedrag. En dat is dan 700 kilowattuur elektrisch per jaar. Dus of het forfaitair gebruik zet je op de jaarrapportage of het apart bemeten aandeel daarvan. Nou, als je deze dingen gemeten hebt of gebruikt hebt, dan volgt daaruit dat het restant
de hoeveelheid stroom is die beschikbaar is gekomen voor huishoudelijk gebruik. En afhankelijk van het niveau van de EPV moet dat dus meer dan nul zijn of groot gelijk aan 530 of groot gelijk aan 2100 kilowattuur elektrisch per jaar. Voorheen waren de monitoringseisen eigenlijk indirect een stuk lastiger. Als je het goed wilde doen en zeker wilde weten dat je aan alle regels voldeed, dan moest je op meer verschillende deelposten ook meten en moest je zelfs met gigajoule warmtemeters meten. Dat hoeft nu niet meer. Oh, we hebben wat vragen. Ik denk dat het aardig is om die nog even op te pakken. Zeker. Ik begin even met de laatste. Wordt met comfortkoeling ruimtekoeling bedoeld? Ja, dat is zo. Comfortkoeling is ruimtekoeling. En we hebben een vraag. Hoe wordt bewonersgedrag meegenomen in de monitoring? Wat als de thermostaat op 23 graden staat en de ramen veelvuldig in het stookseizoen opengezet worden? Dat is een terechte vraag en daar ga ik zo direct iets meer op in op deze vraag. Maar ik wil daar nog, voordat ik daar op inga, één onderdeel van deze sheet toevoegen. Dan houden we hem even in de reserve. En dat is de volgende balk. Wat nou als je te weinig blijkt te hebben opgewekt? Want daar komt ook deels de vraag vandaan. Wat nou als het afwijkt? En er kunnen allerlei oorzaken van zijn. Dat kan gedrag zijn. En dat kan natuurlijk ook een jaar met heel erg weinig zon. Of een PV-panelen die het niet goed hebben gedaan. Omvormers die het niet goed hebben gedaan. Een warmtepomp die veel inefficiënter is dan gedacht. Het kan allerlei oorzaken hebben. Maar wat als dat dus optreedt, dat de hoeveelheid niet is opgewekt? Voorheen, bij de energieprestatievergoeding 1.0, was het dan in feite, stond de bewoner in zijn recht om het hele jaar aan betaalde energieprestatievergoedingen terug te vragen bij de corporatie. Dus daar was het bijna de facto 1 kilowattuur tekort, een heel jaar energieprestatievergoedingen terugbetalen. Een vrij groot financieel risico. En niet helemaal in lijn met de daadwerkelijke verdeling van de risico's tussen de partijen. Dus wat is er nu gekozen bij een energieprestatievergoeding 2.0? Heb je te weinig opgewekt, laten we zeggen 100 kilowattuur elektrisch tekort, dan dien je de bewoner te compenseren en wel door dat tekort, in dit geval 100 kilowattuur elektrisch, te vermenigvuldigen met 1,5 en met de elektriciteitsprijs van dat afgelopen jaar. En dat is dan het financieel risico wat een corporatie en of de aanbieder, afhankelijk van het contract tussen de corporatie en de aanbieder, loopt bij een niet volledig voldoende te hebben opgewekte hoeveelheid stroom voor deze vragen. En dan terugkomend op de mogelijke oorzaken. Ja, het kan zijn, dat zei ik al, dat het in de techniek zit, maar het kan ook zijn dat het ligt in bewonersgedrag. Op dit moment is daar nog niet specifiek iets in de ANVB over opgenomen. Of bijvoorbeeld, het zou een van de mogelijkheden zijn, dat wanneer er een tekort is geconstateerd, dat een meer nauwkeurige monitoring mag uitwijzen dat het niet heeft gelegen aan de installaties. Hè, bijvoorbeeld, ik had al getoond, voor monitoring, ventilatie en elektrische bakkamerverwarming kun je een forfaitair bedrag nemen, maar je had het ook kunnen meten. Nou, stel je had het niet gemeten, je kan het achteraf natuurlijk dan weer lastig voor dat jaar nog weer bepalen. Toch zou je je kunnen voorstellen dat we een systeem inrichten waarbij er een vangnetconstructie is, dat er nauwkeurigere metingen gedaan worden waarmee aangetoond kan worden in hoeverre het te maken heeft met gedrag. En dat kunnen relatief eenvoudige elementen zijn, zoals kamerthermostaatstanden, maar dat kunnen ook wat uitvoerige metingen zijn, zoals het meten van de geprobotiseerde hoeveelheid warmte met behulp van de warmtepomp. En dat te leggen naast het ontwerpgebruik waarvoor de installatie is neergezet en waarvoor de woning bedoeld is. Want ja, het kan ook zomaar zijn dat de woning door veel meer mensen wordt bewoond dan in het ontwerp verondersteld werd volgens de normale ontwerpnormen. Zo'n vangnet is nog niet expliciet opgenomen. Niels. Sorry, ik kom er even in. We hebben wat vragen en die gaan vooral ook eventjes nog over die forfaitaire hoeveelheid elektriciteit van 700 kWh. Die is niet helemaal duidelijk, dus misschien dat jij die nog even iets kan toelichten. Ja, ONW gingen over twee vrij makkelijke kilowattuurmeters, namelijk bij het paneel en bij de warmtepomp. De derde, die gaat eigenlijk over een paar gebouwgebonden zaken waar je dus een aparte groep voor zou moeten maken, of niet,
om deze stromen te kunnen meten. En dat waren dus drie posten. Het elektriciteitsgebruik van het monitoringssysteem. Deze woningen worden gemonitord en dat gebruikt ook elektriciteit. Het elektriciteitsgebruik van het ventilatiesysteem. En het elektriciteitsgebruik van het al dan niet aanwezige badkamerverwarming. Deze drie posten worden niet apart, krijgen niet een apart voorverterbedrag in het huidige ontwerp, maar zijn op één hoop gegooid. Dus heb je gemeten hoeveel stroom je hebt opgewekt, heb je gemeten hoeveel stroom de warmtepomp heeft gebruikt, dan moet je van die opwek ook nog voorverter 700 kWh aftrekken voordat je kan weten hoeveel je hebt kennelijk overgehouden, geproduceerd voor huishoudelijk gebruik. Ik denk dat het goed is om hierbij nog wat te vermelden, dat je er dus voor kunt kiezen voor verterd rekenen met die 700 kWh per jaar, die dat stukje monitoring, ventilatie en elektrische badkamerverwarming zou gebruiken, wat vrij veel is. Hè. Dat is eigenlijk een vrij hoge inschatting. Ja. En daarmee willen wij natuurlijk ook proberen te veroorzaken dat mensen dit toch liever gaan meten, want meten is weten. Het risico, er wordt gevraagd zeg maar nog specifiek naar wat is het risico bij het rekenen met forfaitair gebruik in het geval van niet behaalde prestaties. Bij wie ligt de bewijslast / verantwoordelijkheid? Dat is ook nog wel een mooie vraag. Misschien dat jij die nog kan pakken, Ivo? Ja, nou in principe ligt de bewijslast allereerst naar de bewoner toe bij de corporatie. De corporatie heeft het contract met de huurder. Dus die zou moeten aantonen op basis van de verzamelde data dat de woning goed genoeg heeft gepresteerd. Dat is niet anders dan bij de EPV 1.0. Dat neemt niet weg dat er ook tussen de corporatie en de aanbieder, de bouwer, of de installateur, het hangt maar net vanaf wie er verantwoordelijk is gemaakt voor de monitoring, dat ook daar een verantwoordelijkheid kan liggen voor de geleverde prestatie van het geheel. Dus van gebouw plus installaties. Dat is dan echter een verantwoordelijkheid tussen die partijen, waar de huurder, zeg ik dan maar even kort en bondig, geen last van mag hebben. Dus in principe heeft de huurder hier te maken met de corporatie. Die toont aan of alles goed genoeg is. Is dat niet zo, zal de corporatie compenseren naar de bewoner. En eventueel zit hij de compensatie die hij heeft moeten doorvoeren ook weer terug bij de aanbieder. Maar dat zal afhankelijk zijn van hun contracten. En nog één belangrijke vraag. Hoe wordt de elektriciteitsprijs vastgesteld? Ja, dat is een goede vraag. En in alle eerlijkheid, Niels, een klein beetje op kan geen kwaad. Ja. Hoe wordt dat nu in een regeling verwoord? Ja, we hebben daar een toelichting nog op. Die zit nu ook nog wel in de stukken. Vind je dat terug hoor, ergens? Moet ik dat het even zal dan in de nota van toelichting zelf zijn. Ja, en dat gaat altijd over de marktprijs. En die wordt natuurlijk bepaald aan de hand van een gemiddelde van wat er op dat moment is gedurende een bepaalde periode. Dus dat zou aan de hand van CBS-cijfers kunnen zijn van het afgelopen jaar? Ja, klopt. Oké. Okay. Lijkt me wel goed overigens dat dat niet slechts in de nota van toelichting duidelijk is hoe dat gedaan wordt, maar omdat mijn ervaring is dat nota van toelichting geen onderdeel van de wet zelf zijn, dat het ook opgenomen wordt in de ANVB zelf als het daar niet in staat. Ik neem het nog even mee natuurlijk. Meteen maar weer even wat huiswerk voor ons, Niels. Ja. Alright. Ik denk dat we nu weer het rijtje vragen hebben gehad. We zijn aardig up-to-date. Ja. Mooi, dan gaan we door, want we hebben ook straks nog een paar stellingen te gaan. Maar voordat we daarin gaan, wilde ik jullie ook nog verblijden met dat er ook een duidelijke inzet gedaan zal worden door BZK om de administratieve lastendruk van deze regeling verder te verlagen. Eerder al gezegd van ja, monitoringseisen leiden tot relatief hoge administratieve lasten. Nou, daar is dus nu al wat aan gedaan, maar BZK heeft ook nog andere acties voor ogen met deze ANVB om door te voeren. De allereerste is zorgen dat het helder is en alle vragen afgevangen kunnen worden voor woningcorporatie, voor huurder en of voor de aanbieders, hoe ze nou succesvol zo'n EPV-project kunnen inrichten. Dus er komt een online kennisomgeving die zal worden gehost door RVO, waar ook de kennis, vragen en antwoorden en eventueel bruikbare instrumenten. Ik kan me zo voorstellen dat wat Stroomsnelling ooit heeft gemaakt, zo'n afnameovereenkomst, dat als wij dat updaten, dat het ook langs die omgeving verder ontsloten kan worden, zodat partijen effectief gebruik kunnen maken van alle instrumentarium om te komen voor dan wel überhaupt het ontwerp en de keuze, dan wel het gebruik van energiebestaansvergoeding woningen. Dus dat is het eerste. Daar zal een expliciete omgeving voor worden ingericht. Het tweede, zeker niet onbelangrijk, want ook hier hebben we in het verleden
wel mee moeten worstelen af en toe, dat er een digitaal online EP, online loket wordt geopend, overigens ook gehost door RVO bij mijn weten, waar door certificaathoudende instanties, de labelopnemers, woningen kunnen worden afgemeld digitaal. En in dat dossier kan altijd dus ook teruggevonden worden of je als huurder in een energieprestatievergoedingwoning woont. Dus ook dat wordt in die zin gefaciliteerd en vereenvoudigd. En tot slot, en dat is misschien nog wel de grootste handreiking, gaat er ook ingezet worden op de integratie van de energieprestatievergoeding in de dominante administratieve software van verhuurders, CoraVera. Via CoraVera zal dat worden geïmplementeerd. Nou, dat gaat ervoor zorgen dat er niet meer aparte boekhoudingen, aparte Excelletjes en aparte jaarverslagen steeds weer los moeten worden opgesteld. Maar dat dat met één druk op de knop uit de bestaande software van de corporatie kan rollen. Nou, dit zijn een paar belangrijke toezeggingen die ook in de ANVB zijn opgenomen om door te voeren, om daarmee de administratieve lasten verder te verlagen voor de marktpartijen. Ja, wat mij betreft komen we dan nu bij de stellingen. Of er moeten nu nog even eerst belangrijke vragen die onbeantwoord zijn gebleven, behandeld worden? Even bij jou checken, Niels. Ja, er is inderdaad één vraag. Ik typ hem net in, want ik merk eigenlijk dat het makkelijker blijkt te zijn om nu de vraag iedere keer live te beantwoorden. Maar ik typte er net in, dat was de vraag. Dus ook bestaande woningen tot non gerenoveerd worden dus actief gekoeld en hebben daardoor een TO-juli-waarde van 0. Dat is een vraag. Nou, mijn antwoord daarop. EPV-woningen worden niet standaard gekoeld. Als dat wel zo is, dan dien je dus die koele energie ook mee te nemen in de opwekking en in dat verhaaltje wat we net hebben laten zien met die monitoring. Ja. Het is best lastig en moeilijk gebleken om die Theo Juli ook onderdeel te maken van de wetstekst en de wet zoals die er nu ligt in conceptvorm. Je kunt dus wegkomen met een te hoge Theo Juli bij een renovatieproject. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat gaan we natuurlijk niet promoten. Maar we hebben geen eisen gesteld aan de Theo Juli. En daarvoor compenseren moet er dan in feite ook voldoende duurzame opwek kunnen zijn voor comfortkoeling. Exact, zodra je die wel meeneemt en in de uitvraag van een corporatie wel wordt gevraagd naar een Theo Juli die moet voldoen. Wat ik altijd zal stimuleren natuurlijk. Ja, dan moet je die koele energie ook meenemen in je geheel. En we weten uit de praktijk, en dat kan ik me ook goed voorstellen, dat dat in die zin niet zal veranderen. Kijk, als de bewoners veel te klagen hebben over het binnenklimaat, als dat verslechtert door het van een gewone woning een energieprestatievergoeding woning te maken, dus als het veel meer temperatuuroverschrijding gaat kennen dan daarvoor, ja, daar zul je als corporatie natuurlijk zelf ook voor moeten willen waken, want dan worden dit soort projecten nooit een succes. Terwijl dit in principe onnodig is. Dus erg belangrijk om hier in het ontwerp wel rekening te blijven houden. En het is uiteindelijk aan de corporatie in zijn ook gesprek en contractafspraken met de aanbieder om te zorgen dat dit soort risico's worden gemitigeerd. Dus niet alles kan via de wet en wordt via de wet afgedwongen. Deels ook omdat een renovatie weer iets anders is dan bij nieuwbouw. Bij nieuwbouw kun je heel erg prima alle Theo Juli eisen direct incorporeren. Maar voor bestaande woningen geldt er ook zoiets als verworven rechten. Dat wil zeggen, de huidige prestaties zijn in principe prestaties die niet per se verbeterd moeten worden. Men heeft het recht om de prestaties vergelijkbaar te houden. Echter, als dan in dit geval de energieprestatievergoeding van kracht wordt, willen we toch mitigeren dat er een probleem gaat zijn. En vandaar de inrichting van dat voorverterre bedrag. Een belangrijke vraag. Die komt van Ronald Meijer. Als er geen vangnetbepaling in de wet is opgenomen voor bewonersgedrag, kun je als verhuurder wel vrijwillig meten en aantonen dat installatie de prestaties behaalt. Maar is dat dan ook juridisch houdbaar als de huurder om een vergoeding vraagt? Ja, overigens, in alle eerlijkheid moet ik benoemen dat volgens mij in de EPV 1.0 dat vangnet ook niet zo goed aanwezig was. Ja, maar er werd wel meer qua monitoring al vereist. Tegelijkertijd, denk ik, en kijk, het systeem van de huurcommissie zal ook van kracht blijven, zoals het gaat over alle soorten klachten die men over en weer
zou kunnen hebben. Maar ik ben er zeker geen tegenstander van als deze vangnet voor het aan kunnen tonen dat het echt niet lag aan de gebouwen en zijn installaties, dat die alsnog zou worden toegevoegd aan de energieprestatievergoeding 2.0. Maar dat is dan meer mijn persoonlijke wens. Nog een aanvulling daarop, een vraag van Martine. Ik vind het tegenstrijdig dat aan de ene kant monitoring versimpeld wordt en anderzijds de vangnetconstructie benoemd en aangeraden wordt, die niet hard is, om bewijslast te hebben bij niet behaalde prestaties. Of begrijp ik dit verkeerd? Nou, ik denk dat inderdaad daar iets niet helemaal recht zit. We verlangen wel dat die monitoring en die resultaten uit monitoring jaarlijks inzicht geeft aan een huurder of je die EPV mag geven. En als blijkt dat je niet voldoet, moet je dus een korting geven of een compensatie geven op de EPV. Dus daar zit wel degelijk een stukje verplichting in om bewijslast jaarlijks te overleggen waaruit blijkt dat de woning werkt zoals hij moet werken. En als het te weinig is geweest, moet je dus de huurder compenseren. Uit de praktijk weten we overigens verder ook dat natuurlijk zijn er projecten geweest onder de EPV 1.0 waarbij niet alle prestaties werden gehaald. Doorgaans ging het echter, als het ging over te weinig opwek voor de gestelde eisen in het contract, die ook hoorden bij de energieprestatievergoeding 1.0 eisen, dat het doorgaans niet om heel veel stroom ging. En omdat toen nog een vrij groot risico eraan hing dat je meteen een heel jaar energieprestatievergoeding moest, wat ook niet helemaal fair klonk, is dus deze nieuwe compensatieregeling. Wij verwachten dat in 99% van de gevallen hiermee eigenlijk zelfs de noodzaak om nauwkeuriger te meten niet eens aanwezig zal zijn, omdat het financiële consequentie relatief gering is. Maar goed, ik heb makkelijk praten. Het is uiteindelijk de portemonnee van zowel corporatie, huurder en bouwpartij. Dus het is belangrijk dat jullie als toerders ook langs die as kijken en zien waar de verbeteringen nog mogelijk zijn. Dan hebben we nog een hele leuke creatieve vraag van Gerard Salemink. Kan een woning ook gedeeltelijk aan de EPV voldoen? Dus als we woningen thermisch gaan compartimenteren. Ik weet heel goed waar de vraag vandaan komt, leuk. Nee, dat hebben we volgens mij eigenlijk niet voorzien. Ik zou niet inzien hoe je dat moet doen. Jij, Ivo, heb jij een idee hoe je dat kan doen? Nou, eigenlijk is de wezensvraag. Hè? Bij meergezinswoningen hebben we duidelijk aangegeven wat daar zou moeten worden opgewekt. En die verlaagde opwekeis, die is vanuit het perspectief dat als je gaat om alle woningen in het gebouw, dat je dan niet aan die hoge opwekeis van grondgebonden woningen kan gaan voldoen. Daarmee is impliciet dus ook gezegd, we willen niet, het is niet wenselijk, dat een deel van de bewoners in zo'n verbeterde meergezinsgebouw wel een EPV zou betalen en een ander deel niet. Ik ga echter wel, Niels, nu naar de stellingen, want we hebben nog maar 10 minuutjes en we hebben volgens mij wel 8 stellingen. Dus graag de eerste stelling erin. Blijf wel je vragen stellen, want als we niet tijdens deze presentatie nog op ingaan, dan kunnen we wel ook later daar nog op terugkomen. En blijf ze ook mailen, maar dan kom ik straks met mijn mailadres, want we willen uiteraard al jullie kennis en vragen graag goed kunnen bedienen. Stelling 1 graag. Nou, de eerste vraag is de EPV 2.0 beter dan EPV 1.0? Een klein deel heeft nog geen mening. Nou, een klein deel, 26%. Een kwart heeft nog geen mening. En de rest ziet allemaal dat het een duidelijke verbetering is. En niemand heeft de indruk dat het een verslechtering is. Dus wat dat betreft denk ik toch een klein compliment naar BZK voor het huidige ontwerp van de energieprestatievergoeding 2.0. Dan is het tijd voor de tweede stelling. Huurder wordt beter beschermd met de EPV 2.0 dan was in de EPV 1.0. Jullie zien de uitkomsten. Hier is het duidelijk wat minder zwart-wit. Het grotere deel meent dat de huurder wel iets beter beschermd is, maar toch ook nog een aanzienlijk aandeel meent van niet. En een heleboel hebben daar nog zo hun twijfels over. De verhuurder is beter beschermd met de EPV 2.0 ten opzichte van de EPV 1.0. Want uiteindelijk willen we een systeem waarbij iedereen in zijn kracht komt te staan. Hier zien jullie de resultaten. Ook hier is het een wat verdeeld landschap. Van degenen die ja of nee zeggen, zegt de helft ja en de helft nee ongeveer. En een ander groot deel, en dat is bijna 50%, heeft nog geen mening. Ook dat een belangrijk signaal. Kijk er goed naar straks naar hoe die
één participatievergoeding in de ANVB er precies uitziet, om van daaruit ook je zorgen te delen en te kijken, als het niet goed genoeg is, hoe dan die bescherming beter zou kunnen zijn naar zowel huurder als verhuurder. Dan door naar de volgende stelling. Het risico voor de aanbieders, degene die de woningen EPV-waardig moeten maken, is kleiner met de EPV 2.0 dan bij de EPV 1.0. Dus wordt het hiermee makkelijker voor aanbieders om een goed werkende propositie te maken waarvan de risico's te overzien zijn. Hier lijkt overduidelijk toch het merendeel, in ieder geval de helft van de stemmers in totaliteit, dat ze inderdaad beter minder risico's lopen. Een redelijk aanzienlijk deel heeft nog geen mening aan de andere kant, maar slechts een klein deel meent dat de risico's niet kleiner zijn geworden voor de aanbieders. En we fietsen door naar de volgende stelling. Met deze EPV 2.0 wordt het makkelijker om 70% instemming te krijgen voor een EPV-renovatie dan met de EPV 1.0. Dat gaat dus ook een beetje over, je zou kunnen zeggen, de uitlegbaarheid van wat bieden wij u nu concreet waar u ja of nee tegen kunt zeggen. Wordt dat hiermee vereenvoudigd, verbeterd? Ik dank jullie hartelijk om de resultaten meer te laten zien. Ook hier geldt voor dat bijna de helft het nog niet zeker weet en van degenen die daar wel een beeld nu bij hebben, meent bijna twee keer zoveel dat het wel iets makkelijker wordt hiermee om 70% instemming te verkrijgen dan met de EPV 1.0. Dan gaan wij door naar de volgende stelling. Helpt deze EPV 2.0 om de energietransitie van huurwoningen te versnellen? Dus is dit een welkom aanvullend onderdeel van het palet van mogelijkheden voor de corporaties? En hier is het een duidelijk overgroot deel meent van wel. Een deel, een aanzienlijk deel, weet het nog niet helemaal. En slechts, ik kan jullie zeggen, één stem heeft in dit geval gezegd, volgens mij niet. Dus hier is toch wel wat meer consensus over dat de EPV 2.0 een welkome aanvulling en verbetering van het palet is. De volgende stelling graag. Met behulp van de EPV 2.0 zullen meer woningen naar het EPV hoogwaardig niveau worden gerenoveerd dan naar EPV basisniveau. Ook hier de vraag. Denkt men van wel of van niet? Of heeft men nog geen mening hoe dat uit zal pakken? En daar kunnen uiteraard allerlei redenen voor zijn. Zo diep vraagt deze stelling niet. En het gaat ook alleen om een eerste indruk. En dan zijn dit de resultaten. Een kleiner deel denkt dat er ook meer woningen naar EPV hoogwaardig dan naar EPV basis. Het grotere deel, de helft van de gestemden, denkt dat dat niet zo is. En een derde denkt, dat heeft daar nog geen mening over. Dit is wat mij betreft wat minder goed nieuws voor de energietransitie. Maar goed, jullie kennen de stroomversnelling. Wij gaan graag voor die CO2-neutrale en energie-neutrale gebouwde omgeving. En wij denken dat daarvoor de EPV hoogwaardig een belangrijk standpunt is om te eindigen. Maar wellicht gaan ook veel corporaties de EPV-basis gebruiken als het instapniveau om op een later tijdstip naar EPV hoogwaardig door te groeien. Wie weet. De volgende stelling. EPV hoogwaardig zal sneller de norm worden voor nieuwbouw. Dus met de EPV 2.0 zal nieuwbouw op EPV hoogwaardig niveau sneller de norm kunnen worden. En hier is duidelijk een overgroot deel van de stemmers die meent dat dat inderdaad het geval is. Wat dan weer goed nieuws is voor de energietransitie. De bedragen, de energieprestatievergoeding 2.0 bedragen, dus wat je aan vergoeding mag vragen, speelt goed in op het verschil in split incentive tussen een EPV-basiswoning en een EPV-hoogwaardig woning. Dus doen die bedragen een beetje recht ook aan het verschil in niveau en het verschil aan enerzijds investeringen die een partij moet doen, als de corporatie, en de baten die daarvoor liggen bij de huurder. En hier zien we weer een wat meer verdeeld beeld, waarbij de helft het gewoon nog niet goed weet. En van diegenen die het wel weten, een groter deel denkt dat deze bedragen daar een goede weerslag van zijn, dan degenen die denken dat dat niet zo is. Dankjewel voor het delen van deze resultaten. Nou,
Volgens mij zijn we hiermee door de stellingen heen. En ga ik door naar de volgende sheet. Al eerder gemeld, de internetconsultatie is nu gestart. Hij staat open tot 8 januari. Willen jullie je eigen mening daarin geven en reageren op de internetconsultatie, waar ook nog specifieke vragen van BZK aan de markt zijn opgenomen, dan kunnen jullie deze link volgen. De presentatie kan aan de deelnemers gedeeld worden. Dan kun je ook makkelijk op de link klikken. Zoals gezegd, BZK heeft daar een aantal gerichte vragen in. Jullie kunnen echter ook, als jullie dat prefereren, je input voor de internetconsultatie naar mij sturen. Dat kan natuurlijk ook met eventueel vragen naar aanleiding van deze webtalk. Dat voor nu. Ik dank jullie heel erg hartelijk voor jullie aanwezigheid en het actief deelnemen in de chats. Ik dank Niels heel erg voor het mij ondersteunen bij het komen en uitpikken van de goede vragen. Ik vrees dat de tijd op is, dus ik zie dat er nog een enkele chat binnenkomt. Ik zal daar zelf ook met aandacht nog naar kijken en reacties geven op de chats na afloop van deze webtalk. Heel erg dank. En ik zie jullie graag een volgende keer en spreek jullie graag een volgende keer.